Een hele goede dag. Welkom in deze donderdag-editie van ATV Sports. Ik ben Dio Brunings en vandaag weer heel wat sportnieuws. In het Nederlands gedeelte zijn we geweest op de volleybalvelden en op de voetbalvelden. En dan heb ik het over de damessectie uiteraard. We zijn geweest bij de vader van Donovan Wisse. Die komt binnenkort in actie. En we hebben een gesprek gehad met de vader van hem uiteraard. En we zijn geweest naar American Football Suriname. Ja, er wordt American Football gespeeld in Suriname. En daar waren we dus ook aanwezig. In het buitenlands nieuws hebben we voornamelijk voetbal voor u en NBA. Dat alles in deze editie van ATV Sports. Honey, I just came down to check my print job. Before you print anything, we need to confirm that all is in the right alignment. That's why I'm consulting with... I'm Moonbeam. We've consulted our synastry cards. And according to them... Mercury is in retrograde. Jupiter is entering Aquarius. Which means it'll be auspicious to print during the next full moon. Or we could just hit print. We got a Canon Pixma Mega Tank printer. It's got large refillable ink tanks, so we don't have to worry about running out of ink. It really takes all the mystery out of printing. Motores, Faísca Gold, you can control me. Welkom terug bij ATV Sports. In het binnenlands blok beginnen wij met Donovan Wisse, want hij gaat op 11 februari zijn titel verdedigen. Wij zijn op bezoek gegaan bij zijn vader, want ja, hij was ook kickbokser geweest in zijn tijd en ook nog een hele grote rol gespeeld in Donovan Wisse's carrière. En wij van ATV Sports hebben een gesprek met hem gehad omtrent ja, Donovan Wisse, de Glory Middleweight Champion of the World. Het is allemaal begonnen. Ik zat aan de tafel en ze moesten eigenlijk een sport uitkiezen. En toen kwamen we eigenlijk op kickboksen uit. En toen zijn we ons in gaan schrijven bij Angelo Simpson, Simpson Gym. En daar zijn ze als kleine jongens begonnen. Over wat voor leeftijd praten we? Dan hadden we het over 10 en 12. Donovan was 10 en Ryan was 12 en Donovan was 10 jaar. En wat vond u daarvan? Kijk, ja, Suriname jongens die gaan meestal voetballen of basketballen. Wat vond u ervan dat de keuze viel op de vechtsport? Het kwam eigenlijk door mij, want ik had ook aan kickboksen gedaan in Nederland. En het was me altijd goed bevallen. En ik zag toch wel, ik ging wel eens met die jongens oefenen. En ik zag toch wel dat ze wel die moves hadden en zo. Dus ik dacht van, oh ja. Dan gaan we gewoon een goede gym uitzoeken en dan gaan we daar lid van worden. Maar eventjes niet als vechter en vechtkenner. Als vader, wat betekenen deze prestaties van Donovan voor u? Nou ja, ik ben natuurlijk heel erg trots. We hebben eigenlijk een pad bewandeld die we eigenlijk van tevoren hebben beschreven. Ik bedoel van luister, als we deze stappen nemen, daar naartoe gaan en dit gaan doen. En we hebben natuurlijk ook heel erg veel geluk gehad om Dave Davids te ontmoeten. En daarmee een samenwerking te zijn aangegaan. Hij doet het management voor Donovan in Nederland. Eenmaal in Glory, dan is de management om zeg maar partijen te regelen, hoeft niet meer. Maar dan zou zijn taak natuurlijk zijn om zeg maar sponsors aan te trekken en dat soort dingen. En we hebben natuurlijk ook Welbert en die geniet nu ook van de samenwerking die we hebben met Dave. Dus dat is toch wel een mooi iets.
Nou, dat is heel mooi, want dat is wel heel erg belangrijk. Als je geen ondersteuning krijgt van je ouders, dan zal het heel erg moeilijk zijn om je doelen te bereiken. Er hangt een financieel plaatje aan, maar ook wat je zegt, het kind aan de hand nemen, daar naartoe brengen, een uur, anderhalf uur daar zitten kijken. Dan weer terugrijden, dus dat is inderdaad wel heftig. En het is, ik roep alle ouders op om hun kinderen toch aan sport te laten doen. En ze daarin ook te begeleiden. Niet van luister, oké, loop maar, ga maar. Maar die aandacht, juist de aandacht van de ouders, laten de kinderen groeien. Het aankomend gevecht van 11 februari. Almeida is een goede tegenstander, is geen pannenkoek. Hij heeft Serkan 3 keer naar de grond geslagen. Donovan heeft al tegen hem gestaan. Donovan heeft hem ook al in de eerste ronde, de vorige wedstrijd, 8 tellen gegeven. Dat wil niks zeggen, want hij kwam sterk terug. Het is nu geen 3 ronden, het is nu een 5 ronde. We zijn weer nu 2 of 3 jaar verder. Donovan is natuurlijk volwassener geworden, sterker geworden, zijn mindset is altijd goed, maar Almeida heeft natuurlijk ook doorgedingen, ze heeft ook stappen gemaakt. Zijn leeftijd is dan eigenlijk in het voordeel van Donovan, want hij zit toch al in de 30. Hij kan zowel links als rechts voorstaan, maar nogmaals, ik denk dat Donovan toch gaat winnen. En dat omdat hij toch vrij technisch is. En als Donovan gewoon niet meegaat in die hype. En dat als hij gewoon gaat kickboksen. Gewoon gaat kickboksen. Zijn puntjes maakt. En als die knockout daar komt, dan komt hij vanzelf. Maar als hij gewoon niet in het verhitte gaat. En daar willen blijven staan. En willen uitdelen naar elkaar. Nee, hij moet gewoon blijven kickboksen. In en uit, in en uit. Ik denk dat hij dan gewoon... Op punten zal winnen en zo niet als die kick, als die knockout komt, dan gaat hij ook slapen. Dus ik denk dat het een hele mooie partij gaat worden, een spannende partij. En ik hoop ook dat in de media ook meer aandacht aangeschonken wordt, dat het live uitgezonden wordt en dat de Surinamers gewoon achter Donovan gaan staan. De vader van Donovan Wisse over een journey. U blijft gewoon afgestemd op ATV en dan praat ik over de komende week. Want vanaf maandag hebben we elke dag een item over deze champ oplopend naar zijn gevecht op 11 februari. Van kickboksen, thaiboksen gaan we over naar volleybal. Want we hadden een damesvolleybal hoofdklassepartij tussen de ploegen van Gideon en Yellowbirds. Ja, daar heb je Gideon in het grijs, blauwachtig gekleed. Ajax tenue, volgens mij. En aan de rechterzijde, nu links, hebben we dus Yellowbirds. Shahnaz Frenkel, je was aanwezig. Hoe is deze partij verlopen? Ja, het was een sterke start voor de ploeg van Yellowbirds. In de eerste 2 sets stonden zij voor. Die hebben ze ook gewonnen. De eerste set wonnen ze met 25-17, heel overtuigend. In de tweede set met 25-22. En vanaf de derde set ging het voordeel meer aan de kant van Gideon. Wat is de eindstand geworden uiteindelijk? Het is uiteindelijk een 5-setter geworden, 3-2 voor Gideon. Gideon won de derde set met 25-16, de vierde set met 25-15 en de beslissende set met 25-11. Best een spannende wedstrijd. Op een gegeven moment was Yellowbirds niet echt meer in hun spel en Gideon die kwam er juist in en sloeg alle ballen keihard. En verdedigde ook alles dat Yellowbirds naar de kant van Gideon speelde. Hoe doen deze teams het in de competitie? Yellowbirds die heeft tot nu toe 1 wedstrijd gewonnen van SVV. Gideon die heeft denk ik nog net meer gewonnen. Maar ze doen het uiteindelijk toch wel goed en zijn redelijk opgewassen tegen elkaar. Oké, dankjewel Shahnaz. We blijven natuurlijk deze competitie goed volgen. Maar wij gaan over naar American football. Momenteel in Amerika worden de playoffs gespeeld van de NFL. De populairste sport in de Verenigde Staten van Amerika uiteraard. Maar deze sport, American football dus, wordt ook gespeeld in Suriname. En we hebben een aantal atleten die hier aan meededen. Shahnaz was aanwezig op de training. Laten we gaan kijken naar wat American football in Suriname daadwerkelijk is. American football. Een sport die bekend staat om zijn snelheid, kracht en tactiek.
American football is een van de populairste sporten in de Verenigde Staten en trekt elk jaar miljoenen kijkers voor de grote evenementen zoals de Super Bowl. In American football spelen twee teams tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te scoren door het verplaatsen van een bal over het veld en het scoren van touchdowns. Rushil Chan is een van de medeoprichters van American Football Suriname en hij vertelt hoe het allemaal hier is begonnen. We zijn 21 april, zijn we een jaartje bezig. Dus we zijn eigenlijk nog net geen jaartje bezig. In het begin was het echt gewoon recreatie. Vrienden onderling, gewoon drills op YouTube opzoeken en uitproberen. Ook gewoon meer echt spelenderwijs. Door de maanden heen is het, we hebben gemerkt dat er heel veel interesse voor is, ten eerste. En ook met onze social media, hoe we zo vaak posten en zo. Hebben ervaren spelers die in Amerika, in Nederland hebben gespeeld. Die zijn dus in contact gekomen met ons. En ja, ze zijn ervaren spelers, ze zijn nog geen coaches. Ze zijn ervaren spelers, dus die kwamen dan bij de groep. En ze hebben ons het een en ander geleerd. Hoe je de juiste stappen maakt, hoe je de juiste cuts maakt. En zo werd het dan iets serieuzer. De groep ziet het. De groep ziet er ook mooi uit. En we trainen 3 dagen per week. Dus we're making a lot of progress. American Football Suriname bestaat amper een jaar en is in die korte periode al een heel stuk gegroeid. In 2022 is de medeoprichter van American Football in Nederland, Winston Ronde, geweest om een kliniek te geven aan de groep. Hij heeft ook voetbalgear gedoneerd die hij van de Crusaders en Queens Football League heeft ontvangen. American Football Suriname is nog niet klaar met groeien en zij hebben heel wat doelen die zij stap voor stap nog willen bereiken. Sowieso de interesse die er is willen we, ja, hoe moet ik het zeggen, we daar goed gebruik van maken. Iedereen die wil spelen mag het komen uitproberen. Maar ons doel uiteindelijk is om een kleine league hier te starten. Of niet klein, maar natuurlijk gewoon klein beginnen. En we willen het groeien, verschillende teams hebben, verschillende velden, verschillende trainingsdagen. En uiteindelijk willen we dan internationaal gaan, de World Games. Er is sprake van, Amerika probeert in 2028, Olympische Spelen van 2028, om het ten goede. Proberen ze flag voetbal, dat is wat we nu spelen met die twee vlaggetjes, proberen ze ook op het Olympische Spelen te krijgen. Dus als we aan zoiets kunnen meedoen, of tenminste naar zoiets kunnen werken, is dat heel, heel mooi om als visie te hebben dan, om het zo te zeggen. In Suriname zeggen we altijd, we hebben talent. Je ziet het in de jongens, fysiek, snel. Natuurlijk, technieken moeten we nog leren. Maar talent is er, dus we moeten het gewoon nog gaan ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft American Football Suriname een aantal mijlpalen bereikt. Ze werden ontdekt en hadden trainingen van ervaren spelers uit Nederland. Ze hebben een one-on-one knockout toernooi gehad en clinics gehad van Winston Ronde. Maar wat wordt het in 2023? Natuurlijk verwachten we ook meer coaches uit het buitenland om de coaches hier en de spelers hier wat meer kennis te geven. We zijn bezig met een league, onze eigen league kan je zeggen. Maar dit is het enige team. Dit is AFS, American Football Suriname. En het is nog een beetje een struggle om verschillende teams op te zetten, omdat er geen coaches zijn en het een en ander toch. Dus we willen dit jaar wel gewoon werken naar een onderling tournament. Dus nu spelen we 5 tegen 5 flag voetbal. En we willen gewoon zoveel mogelijk jongens bij elkaar blijven brengen, trainen. En uiteindelijk misschien 5, 6 teams in een tournament laten spelen. Ja, en voor de rest clinics, eventjes, one-on-ones, kleine partijtjes onderling gewoon. Dat is de planning voor dit jaar. Nou, helemaal goed. Dankjewel, Rachel. Alsjeblieft. Ik ga nu weer spelen. Dat was dus Rachel Chan, een van de medeoprichters van American Football Suriname. We hebben niet alleen met Rachel gesproken, maar ook met een van de spelers en dat is Sean Dongo. Sean Dongo is de enige van de hele groep American Footballers in Suriname die mee had gedaan aan een try-out vorig jaar. En hij vertelt natuurlijk hoe het was. Ja, ik ben daar gegaan als quarterback, als de persoon die de bal gooit. En het was wel succesvol. Dat heeft gemaakt dat ik was uitgenodigd voor de All-Pro 22. Dat is de volgende combine. En daar ben ik gegaan als tight end. En die combine heeft me dus dan gemaakt tot een Europees prospect. Waar dus ik dus dan de gelegenheid heb om
voor landen te gaan spelen zoals Nederland, Engeland en Germany. Een combine is een invitational try-out. Dat wil zeggen dat niet een ieder daaraan kan meedoen. Bij een combine word je getest op een L-drill, een 40-yard dash, een shuttle run en 100 kilo bench press. Natuurlijk wordt er daar ook naar de skills gekeken. De statistieken worden per speler opgeslagen en je kan door middel van die statistieken een contract aangeboden krijgen van verschillende American Football Leagues. Na die combine ga ik niet daar blijven, ga wel terugkomen. En als ik dus dan een mailtje krijg van een van die teams, dan denk ik dat ik naam ga achterlaten. Ja. De training waarmee ik nu bezig ben, ben ik confidence genoeg dat ik 95% kans heb om tenminste voor een team te gaan spelen in CFL. Dat is in Canada. Ja. Nou, helemaal top. Ik wens je heel veel succes met je combine volgend jaar en dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft, fijne avond. We verlaten American football en gaan over naar voetbal, damesvoetbal. En we hadden een wedstrijd tussen de ploegen van Robin Hood en Athena. Robin Hood gekleed in, ja, u raadt het, groen-rood, of eigenlijk rood-groen in deze. En zij vallen als eerst aan en dit moet het eerste doelpunt zijn in deze ontmoeting. Eerst tegen de paal en dan onhandig gekiept, vrij letterlijk. Eerste doelpunt gescoord door de speelster Sabayo. Goed gedaan door deze Sabayo. Ze kwam goed inlopen en zij maakte dus de eerste goal in deze wedstrijd. Hier nogmaals de poging. Schot vanuit de tweede lijn. Ramt de paal. En in tweede instantie maakt Sabayo deze dus kundig af. Ja, Simone Sabayo scoort dus het eerste doelpunt voor de ploeg van Robin Hood. Nog wat kantjes aan de zijde van Wienhoed. Hier Athena met de vrije trap. En ja, het wordt richting het doel getrapt in de handen van de goalie van Wienhoed. De ploeg van Wienhoed viel dus weer aan. Aanval vanuit de rechterflank. Goed gepasseerd. Deze bal komt voor de pot. Een scrimmage. En deze belandt niet in het doel. Mooie kapbeweging. En tegen de paal en uiteindelijk wel in het doel. Ja. Zwaar bevalling, maar het kind is er. En dat is dan de tweede goal. Doelpunt gemaakt ja, dat door is het doelpunt gemaakt door Missy Jan, inderdaad. Even bij de Surinaamse voetbalbond, want ook dit weekend wordt er gespeeld. En Shahnaz Frenkel heeft het wedstrijdprogramma voor wat betreft het binnenlands nieuws. Ja, zeker. Het programma in de Surinaamse Voetbalbond competitie. De eerste divisie heren vierde speelronde. Die gaat op 3 februari van start. We hebben Notch tegen Voorwaarts om 7 uur. Gevolgd door Robin Hoodsley Jr. om 9 uur. Op zaterdag 4 februari hebben wij Leo Victor Santos. Broki SNL. Leo Victor Santos is om 6 uur. En Broki SNL die spelen om 8 uur. Zondag hebben wij Inter Wanica tegen Inter Mungotapu. En daarna hebben wij Flora tegen Transvaal. De eerste wedstrijd op zondag wordt gespeeld om 6 uur en de laatste om 8 uur. En al deze wedstrijden worden gespeeld in het Franklin Asset Stadion. En met deze, ja, met dit nieuws uit van de Surinaamse Voetbalbond zijn we aan het eind gekomen van het binnenlands gedeelte. Be standby voor het buitenlands blok.